Burgemeester Broers, waarom deze first responder invoeren? Wel, ik denk dat het een absolute noodzaak is. Als je ziet dat we van tijd tot tijd meer dan 30 minuten moeten wachten voordat er een ziekenwagen ter plaatse is, uh, dat is gewoon veel te lang. En als je met first responder kan uitdrukken, dan kan je de eerste hulp ook al geven aan die mensen. Uh, kijk, uh, wij hebben ambulanciers, zij zijn er wel kwaad voor. We hebben ook verplegers zelfs uh, bij ons in de brandweer. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? Hoe gaat dit eigenlijk praktisch te werk gaan? Wel, er komt dus bijvoorbeeld een oproep binnen, dan gaan er twee mensen van ons first responder teams, dus twee van de ambulanciers, die gaan onmiddellijk met het voertuig dat ervoor ingericht is hier bij ons, waar ook de signalen op staan, die gaan onmiddellijk ter plaatse kunnen gaan. En uh, op het ogenblik dat zij de eerste hulp hebben uh, uh, toegediend, dan hoop je natuurlijk ook dat de ambulance, want het is geen ambulance, ze kunnen geen personenvervoer doen, dan hoop je dat die ook ter plaatse zijn, desgevallen zelfs een mugarts. Dus het is eigenlijk een ingrijpen en een, een aanpassen van. De inkorten van de tijd voordat de andere diensten hier zijn.